heleboel mensen die kennen beeld en geluid natuurlijk met name als pand waar je voorbij rijdt. Maar er worden hier van allerlei dingen georganiseerd, waaronder ook congressen. En vandaag ben ik dagvoorzitter op de praktijkdag voor nudging. En als je dan denkt, wat de hel is nudging? Nou, nudging is gedragsbeïnvloeding eigenlijk. Onbewuste gedragsbeïnvloeding. En voor alle heren die zitten te kijken, wel een heel bekend voorbeeld is de vlieg in de pispot. Een manier om te zorgen dat je niet over de rand heen zeikt, maar dat je op die vlieg gaat mikken, waardoor alles netjes in de pispot belandt. Of de manden die je ziet bij de afrit van de autobaan bijvoorbeeld, hè, om te zorgen dat je je lege flesjes niet op de grond gooit, maar in die mand gooit. Allemaal manieren om onbewust goed gedrag te verzorgen, te realiseren. Daarover hebben we een congres vandaag met zowel mensen uit de overheid, dus over het beïnvloeden van burgers, maar ook commerciële partijen die consumenten proberen te beïnvloeden, als ook bedrijven die hun werknemers proberen te beïnvloeden. Ik wist niet wat nudging was tot vandaag en ik ga er vandaag nog heel veel over leren in dit prachtige pand van de Beeld en Geluid hier aan het Mediapark in Hilversum. En ik laat jullie even zien de zaal waar ik zal werken vandaag. Kijk, hier wordt ook genudged, zoals het heet. Kijk, hoe zorgen we ervoor dat mensen de goede kant op lopen? Nou, dan doe je voetstapjes op de grond en dan zorg je ervoor dat mensen, kijk zo, hier de trap. En dit is de zaal. Prachtige zaal. En kijk, van beneden naar boven. Met prachtig, ook hier, manieren om licht te veranderen en aan te passen aan de sfeer van de dag. En met hier een groot podium en het scherm. En elk congres heeft een goede organisatie natuurlijk. Dit is Marie-Louise Schenen van Cornerstone. Hallo. En die organiseert het vandaag. Dus wij gaan enorm nutje vandaag. Dus zoals altijd wens ik jullie weer een fijne dag. Voor iedereen werk ze met zin, doe ik het ook.